Hallo, leuk dat je kijkt en welkom bij Zin in Severinus. Vandaag ga ik voor jullie een verhaal lezen en een lied zingen. Het is vandaag 7 mei. Dat betekent dat we in de Mariamaand zijn. En kijk, ik heb wit met blauwe kleren aan. Dat zijn de kleuren van Maria. Ondertussen zijn we natuurlijk al weken thuis. En dat is gek in het begin en misschien nu al iets minder gek. Maar we hopen natuurlijk allemaal wel dat er een moment komt dat het weer normaal wordt. He, dat je weer naar je werk kan gaan en naar je hobby's, naar je vrienden, je familie. En ik lees het allerlaatste verhaal voor uit de Bijbel. Dat komt helemaal op het laatst. En het heet God maakt alles nieuw. Heel lang geleden maakte God de hemel en de aarde. Hij maakte de zon en de maan, de bomen en de planten, de vogels en de dieren en hij maakte ook de mensen. Alles wat hij maakte was heel erg mooi. Kijk maar. Zie je hoe mooi die witte vogel en het water en de bloemen? Kijk maar naar de bloemen, hoe mooi ze zijn. Net zo mooi als nu als we naar buiten kijken, hè? God zei toen tegen de mensen, ik geef de aarde aan jullie. Jullie zijn er de baas van, maar jullie moeten er vooral heel goed voor zorgen. Denk eraan dat je de aarde goed en mooi houdt. En zorg goed voor alles en zorg goed voor elkaar. Maar de mensen denken aan andere dingen. Ze willen vooral graag dingen voor zichzelf hebben. Ze maken ruzie en ze spelen de baas over elkaar. En de bloemen en de vogels die gaan dood. En de aarde gaat kapot. Zag je de dode vogel? Alles gaat kapot. En er waren natuurlijk ook kinderen die geen huis hadden. En niemand die voor ze zorgt. Dat hebben we nu nog steeds, hè? Plekken op de aarde waar oorlog is bijvoorbeeld. En dan is natuurlijk de vraag, hoe wordt het dan ooit weer goed? En dan zegt God, vertrouw op mij, ik zal jullie helpen. Als de mensen weer vrienden worden en alles met elkaar delen, dan is dat al een beetje begonnen. Als de mensen weer voor elkaar gaan zorgen, dan is er weer een nieuw leven. Kijk hier. Wordt er goed voor een kindje gezorgd. En hier zie je dat. Een wat oudere man die lekker eten krijgt van die mevrouw. En niemand is alleen, hè? Dat is van nu ook wel fijn, vind ik. Dat we toch niet alleen zijn. Dat we het samen doen. Samen met je huisgenoten en de begeleiding. Maar ook samen met alle mensen om je heen. Je familie en vrienden. En de mensen uit Veldhoven die allemaal zo goed voor elkaar proberen te zorgen nu, door corona. Maar toch zijn er nog steeds mensen ziek, ook vandaag nog, hè? En er gaan nog steeds mensen dood. Wanneer is dan de dag dat alles nieuw zal worden? Dat weet God alleen. Maar het is beloofd. Jezus roept mensen op tot een nieuw leven. Kijk, en dan gaan ze feest vieren, dan gaan ze dansen. Heb ik nou ook wel weer een keer zin in, jij niet? Om lekker muziek te luisteren en samen feest te vieren. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die zullen er op een dag zijn. En God woont er dan midden tussen ons, midden tussen alle mensen. Als een kracht van het goede, als iets waar je vrolijk van wordt en blij. Misschien ziet hij er wel een beetje uit als die witte duif die lekker overal heen kan vliegen en iedereen kan zien en een knipoog kan geven. Zo van, je bent niet alleen. Dit was het verhaal uit de Bijbel. En nu ga ik voor jullie een lied zingen. Ik had gehoord dat iemand graag wilde dat ik het Ave Maria ging zingen. Dus dat ga ik doen.
gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tu. Ik hoop dat je het een fijn verhaal vond, een hoopvol verhaal over dat er een dag komt dat de aarde weer als nieuw is en we als mensen samen kunnen leven. En ik hoop natuurlijk ook dat je het lied fijn vond om naar te luisteren. En ik wens je een fijne dag en tot ziens!